Op 25 augustus 2023 is de bekende persoonlijkheid Rob Fruithof op 71-jarige leeftijd overleden na een strijd tegen kanker. Zijn zoon deelde dit droevige nieuws via een emotioneel bericht op Facebook. Met diepe droefheid delen wij het heengaan van Rob Fruithof, 71, een geliefde persoonlijkheid die ons achterlaat met kostbare herinneringen. Het overlijden van Rob Fruithof is aangekondigd. Hij verloor zijn strijd tegen kanker op 25 augustus 2023. Hij woonde in Kaapstad en laat zijn zoon Leo, 20, achter. Rob Fruithof vergaarde bekendheid als de charismatische quizmaster van de immens populaire show Waku Waku. Gedurende ruim 15 jaar was hij het gezicht van dit programma. Hij nam een beslissende stap in zijn leven door meer dan een decennium geleden te verhuizen naar Zuid-Afrika, waar hij zijn leven deelde met zijn geliefde vrouw en zoon. Het Algemeen Dagblad voerde in 2019 een diepgaand interview met hem, waarin hij terugblikte op zijn rijke ervaringen en hoogtijdagen met Waku Waku. De dierenquiz uit de late jaren 80 en 90 was een ongekend succes, met dagelijks meer dan 2 miljoen kijkers op het hoogtepunt. In zijn eigen woorden, ik nam de uitdaging aan met het idee dat ik dit programma voor een jaar zou doen. Maar het overtrof al mijn verwachtingen en werd zo'n succes, iets wat ik nooit had durven dromen. Ik heb het met volle toewijding 8 jaar lang gepresenteerd, deelde hij met de krant.